En bij mij, actie, actie. Ja. Want dat is uw drie merktekens. Voilà, dat was een leuke, leuke babbel. Hele leuke babbel. Wat verrassend wat op tijden. Voor eerst is natuurlijk duidelijk, zelf een roker van Havana's zijnde, dat roken blijft ongezond. Daar is men het over eens. Daardoor ben ik energiearmer, zuiniger. Wat we nu wel al gedaan hebben... Jong, dus... Goed zien, hè? Punten. Oh, ja. Ja. Het leven... Ideaal leeft het. Lukt dat maar, hè? Dat is goed, man. Want dat is uw drie merktekens. Ik ben geschrokken onlangs als je van de E40 en je rijdt Albertlaan en je rijdt naar het station, ja. Dat enorme kamgebouw is zo hoog geworden, ja. Dat je de torens niet meer ziet. Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Allee, ik dacht, ja, dat kamgebouw, dat is prachtig, ja. Maar nu zie je op een bepaald moment niet meer de torens. En dat moet je wel altijd blijven zien, ja. Van Brugge, want dat is uw drie merktekens. Je weet, Paul, ik ben zelf een boekenliefhebber, ik heb al enkele boeken geschreven. En het is een eerlijk, want het andere is niet... beloven dat je zo iedereen een paar honderd euro erbij geeft, dit is niet geloofwaardig. Dat is niet geloofwaardig, klopt. Bedankt. Bedankt, Bob. Dat is natuurlijk... Want u bent tot alles bereid, dus... Ik ga het mijn beste doen. Allee, dank u wel. Dan zie je. Dank u wel. Verjoorda. En die zegt, het parkeren bijvoorbeeld langs de autoweg, s'nachts, je moet geen zoveel rusttijd nemen. Ja, dat is geen plaats, hè? Nee. En je kunt ook niet langer heen, want nee. Uur zijn op. En je uur zijn op. En wat moet je dan doen? Gevaarlijk gaan parkeren. Ja. Ze stond bijna op de autostraal, hè? In Wetteren staan ze er bijna. Ja. Maar hier in West-Vlaanderen wijs ik dat wij, CD&V, het goed gaan doen, want we hebben veel bekwame mensen. En ik zelf ga daar duwen. Ah, En hopelijk lukt het. Doe je best. Dank je.